350.000 toeschouwers, 7.000 kilo pepernoten en een 5,5 kilometer lange tocht. Je kon er niet meer omheen afgelopen zondag. Sinterklaas kwam met een volgeladen stoomboot aan in Amsterdam. Basta's eigen Ivan mocht de Sint als eerste interviewen na zijn lange tocht. Hoe voelt het om voet aan vaste wal in Amsterdam te hebben? Nou, dat is heel fijn, want het was een nogal wobbelige tocht vanuit Spanje. De Amstel, dat was prima, met al die kinderen. Ja. Je hebt geen idee. Ja. Dat trof me hoor, zo mooi. En dan ook nog Amsterdam, mijn lievelingsstad. Op de route hadden heel veel kinderen zich verzameld en verkleed om Sinterklaas en de Pieten te begroeten. Sinterklaas, een boentje, gooi wat in mijn schoentje, gooi wat in mijn luisje, dank je Sinterklaasje. De burgemeester zong zelfs een speciaal lied voor de Sint. Sinterklaas, die hoort mij mogen, Sinterklaas is Amsterdam. Het schoenzetten kan beginnen. De Sint en zijn Pieten moeten nu hard aan het werk tot en met 5 december. Dan vaart haar weer terug naar Spanje.